Welkom bij de examentraining Elektrische en Magnetische Velden. Gebruik de inhoudsopgave van deze video om snel naar dat deel van de video te gaan dat jij nodig hebt. Pak ook alvast een schrift, papier, pen, rekenmachine en bino's erbij om mee te doen met de oefeningen. In deze examentraining zal ik eerst uitleggen wat er wordt getoetst, het verband met andere onderwerpen, ik geef een wat langere samenvatting, algemene tips om punten te scoren en vooral oefenen. Elektrische en magnetische velden gaat over domein D2 uit de syllabus. De eindterm is dat je in contexten elektromagnetische verschijnselen moet kunnen beschrijven, analyseren en verklaren. met behulp van elektrische en magnetische velden. In de syllabus wordt dit verder uitgewerkt in allerlei uh, eindtermen, specificaties. Uh, bijvoorbeeld iets over een elektrisch veld. Met vakbegrippen. Ik raad je aan om die syllabus door te lezen, zodat je je bewust bent wat er van je gevraagd wordt en dat je ook zelf kunt bepalen of je dat beheerst of niet. Welke verbanden zijn er nu met andere onderwerpen? Ten eerste kracht en beweging. We gaan het hebben over ladingen die versnellen of van richting veranderen. Dus dan heb je het over kracht en versnelling, maar ook het ontbinden van vectoren. Dat is belangrijk hier. C2, energiebehoud. Ladingen krijgen een elektrische energie, wordt omgezet in kinetische energie. Dan gebruik je energiebehoud. Uh, gravitatie, niet zozeer vanwege de krachten, uh, maar vooral vanwege de middelpuntzoekende kracht en de cirkelbewegingen. En tot slot elektrische systemen. Vaak wordt dit domein gecombineerd met uh, iets van een elektrische schakeling. Nou, een samenvatting. Uh, ik zal eerst kijken naar elektrische velden. Een elektrisch veld is eigenlijk. Uh, iets wat een lading om zich heen heeft. Een lading veroorzaakt een elektrisch veld. Dat is de invloed die de lading heeft op andere ladingen uh, om zich heen. En zo'n elektrisch veld kun je weergeven met een elektrische veldlijn. En die gaat altijd van uh, plus naar min. De kracht op uh, een, een lading in zo'n veld wordt uh, gegeven eigenlijk door dat elektrisch veld. Dus de veldlijn die staat in de richting van de kracht op een positieve lading. Heb je een negatieve lading, dan staat de kracht precies tegen de veldlijn in. Veldlijnen kunnen elkaar niet snijden, want dat zou betekenen dat er in één punt op een lading een kracht is in twee richtingen. Wat je dan krijgt is dat die twee richtingen optellen tot een nieuwe richting, dus dan heb je het over het samenstellen van vectoren en dat is dan je nieuwe veldlijn. Nou, veldlijnen kun je ook zo tekenen, dan heb je een homogeen veld, het veld is overal even sterk, de kracht op een lading is overal even groot. Als dit dan een sterk veld is, dan geef je zo een zwak veld weer. Dus minder veldlijnen in een bepaalde ruimte. Nou, dit zijn twee homogene velden, dus overal gelijk, maar er is ook een inhomogen veld. Dat betekent dat de veldlijnen niet parallel uh, lopen en de uh, veldsterkte die, uh, is hier onderin groot en bovenin zwak. Nou, voor elektrische velden heb je eigenlijk twee situaties om berekeningen te maken. Ten eerste kun je kijken wat er in één punt gebeurt. Dan kun je het hebben over een elektrische kracht. Deze formule geldt altijd: de elektrische kracht is de lading die je ergens hebt keer de veldsterkte op dat punt. Nou, voor een puntlading geldt dan nog uh, de wet van Coulomb, die ziet er zo uit. En let op: de f in deze formule is de constante van Coulomb. vind je in binnens tabel 7. Het is geen frequentie. Dus alsjeblieft, doe dat niet. Geen frequentie daarvan maken. Het is gewoon een constante, kun je opzoeken. Nou, soms wil je weten wat er tussen twee punten gebeurt. En wat doe je dan? Dan heb je het vaak over het verschil in elektrische energie. Dat wordt weergegeven door de formule Q keer U. U is hier de spanning die ergens is. Bijvoorbeeld twee geladen platen of twee geladen punten. Dan nou, is een spanning tussen, dus een elektrisch veld. En dan keer de lading geeft het verschil in elektrische energie. Dan pas je energiebehoud toe. Uh, bedenk daarbij dat een afname van kinetische energie een toename van elektrische energie is. Um, ik zeg het precies verkeerd om, maar je begrijpt me. Uh, het omgekeerde geldt ook. Hè, dus uh, de afname van de ene is de toename van de ander. Daar gaat het om. Deze E is een elektrische veldsterkte, let op. En deze E is een elektrische energie. Helaas, twee keer een E, maar echt een heel ander ding. Uh, zorg dus dat je je bewust bent van het verschil in betekenis. Dan gaan we nu naar magnetische velden. Wanneer is er een magnetisch veld? Eigenlijk uh, komt dat door bewegende ladingen. Bewegende ladingen veroorzaken een magnetisch veld. Stroomdraden, spoelen en dat soort dingen, gewoon geladen deeltjes die bewegen ook. Permanente magneten, uh, uh, daar, daar zie je eigenlijk geen ladingsstromen lijkt, maar microscopisch zijn dat ook ladingen die in die stof bewegen, zodanig dat er een magnetisch veld ontstaat. Dan nou geef je zo'n magnetische veldlijn aan met uh, een lijntje van noord naar zuid. En uh, wat betekent die richting nou? Nou, stel je zet een kompasnaaldje op een bepaalde plek, dan zal de noord zich richten in de richting van het magnetisch veld. Ook hier geldt dat veldlijnen elkaar niet kunnen snijden, om dezelfde reden als bij het elektrisch veld. En ook hier heb je een homogeen veld, sterk of zwak, en een inhomogeen veld. De, de regels daarvoor zijn precies hetzelfde. Nou, wat is er nog verder van belang bij magnetische velden? Uh, bewegende ladingen in een magneetveld ondervinden een Lorentzkracht. Dus als je een lading hebt die stilstaat ergens, die wordt niet aangetrokken tot de Noord- en Zuid, zo werkt dat niet. Als die beweegt in dat veld, dan wordt die door de Lorentzkracht afgebogen, maar ook dan niet richting Noord- en Zuid, dat werkt anders. Die Lorentzkracht voor een vrije lading is het veld B keer Q, de lading, keer de snelheid van de lading. Uh, je kunt ook een stroomdraad hebben, dan heb je de BIL-formule, uh, stroomsterkte uh, keer de lengte van de draad in het veld. Nou, er is dus alleen een Lorentzkracht op de component die loodrecht op de snelheid staat, bij een vrije lading, of loodrecht op de stroom bij een stroomdraad. Een plaatje helpt hier. Stel je voor, ik heb een positieve lading en die beweegt uh, in die richting. Dan uh, uh, is er ook een magneetveld. Laten we zeggen dat die omhoog wijst. Dan moet je dat veld, die b-vector, ontbinden in een component parallel aan de snelheid en loodrecht erop. Dat heb ik hier voor je gedaan. Nou is het zo dat die parallele component van de magneetveldsterkte geen Lorentzkracht veroorzaakt. Die vergeet je gewoon verder. Maar die B loodrecht, die zorgt voor een uh, Lorentzkracht. Oftewel, de Lorentzkracht is B loodrecht keer Q keer V. Nou, dan het allerleukste van, deze, van dit domein. Dat zijn de handregels. Uh, heel verwarrend, uh, een geheugensteuntje. Je gebruikt de linkerhandregel voor de Lorentzkracht. En de rechterhandregels voor de rest. Dat is hopelijk wat makkelijker te onthouden. Dan, hoe werkt dan die uh, linkerhandregel? Ik heb hem hier staan voor... Uh, een stroomdraad. Dus je houdt je hand hier in dit geval uh, met de palm uh, naar je toe. Je ziet dat hier een veld uh, je handpalm inprikt. Dat wordt weergegeven door dat kruisje. Denk bij dat kruisje aan uh, een indianenpijl. Dan heb je aan het eind heb je altijd zo'n veertje zitten. Dat zie je van je af Dus een, die veertje die van je afbewegen, dat is dat kruisje, veldlijn beweegt van je af. Die vang je op met je handpalm. Je duim is dan de richting van de Lorentzkracht. En je vingers geven dan de richting van de stroom aan. Of bij een geladen deeltje, de richting van een positief geladen deeltje. Als je een negatief geladen deeltje hebt, bijvoorbeeld een elektron, laat dan de negatieve deeltjes je vingers inbewegen. Dan heb je ook de rechterhandregel voor een stroomdraad. Um, en je duim geeft hier de stroomrichting aan. En je vingers krullen om de draad en geven de veldlijn aan. Die gaan dus in cirkeltjes om die stroomdraad. En bij een spoel werkt het uh, een beetje op dezelfde manier dan, dan, maar dan is i en b net omgewisseld. Uh, je krult je vingers om de spoel, dat is de richting van de stroom, en je duim geeft dan de richting van het veld aan. Het Laatste stukje is uh, inductiespanning, want als je nou een veranderend magneetveld hebt, dan wekt dat een elektrisch veld op. Ja, hoe zit dat? Uh, dat heeft te maken met flux. Um, de flux is eigenlijk. Uh, kun je je voorstellen als het aantal veldlijnen dat door een oppervlakte prikt. Bijvoorbeeld een oppervlakte van een winding of een spoel. Uh, dan gaat het wel om de veldsterkte loodrecht um, op de oppervlakte, op die A. Dus B loodrecht keer A. Dat is de flux. Nou, wil je een gemiddelde fluxverandering weten tussen twee tijdstippen, dan bekijk je gewoon een delta flux, delta phi, uh, op tijdstip 1 en 2. Als daar een verschil in zit, dan is er een inductiespanning. Is er op één moment een uh, fluxverandering, hè, dus wil je op één moment een fluxverandering berekenen, dan moet je een afgeleide nemen. Dat komt echt zelden, zelden voor. Uh, maar het kan zijn dat je dus in een diagram bijvoorbeeld een helling moet tekenen, een raaklijn, en een helling moet bepalen van die raaklijn. Dit zijn de formules daarbij. De inductiespanning is, uh, hangt af van het aantal windingen. Dus bij een spoel kun je 100 windingen hebben. Dan is er ook 100 keer zoveel spanning opgewekt als met één winding. En de inductie-spanning is evenredig met de fluxverandering per tijdseenheid. Dus dat is die dv gedeeld door dt. Nu wat algemene tips. Uh, een elektrisch veld haalt niet door de warmte met een magnetisch veld. Een elektrisch veld heeft te maken met plus- en min-ladingen. En die veroorzaken een elektrische kracht. Een magnetisch veld, uh, dan heb je een noord- en een zuidpool. En er is alleen een kracht op bewegende ladingen. Natuurlijk, magneten kunnen elkaar aantrekken, maar ladingen in een magneetveld, die worden alleen maar aangetrokken als er beweging is. Nou, die elektrische kracht breek je met, F elektrisch is Q keer E, uh, veldsterkte. En de elektrische energie, ik zei het net al, ook weer de letter E, maar verschil in elektrische energie is Q keer U. Dus haal dat alsjeblieft niet door elkaar. Um, en tot slot verwar die, verwar die handregels niet uh, door elkaar en uh, uh, haal die niet door elkaar, maar onthoud vooral wat links is. Dus als je rechts bent, dan uh, moet je die andere hand gebruiken waar je niet mee schrijft. En ben je links, dan moet je die hand gebruiken waarmee je schrijft. Ik denk dat dat ook wel helpt uh, als er stress is. Dan is het nu tijd om te oefenen en de eerste opgave gaat over een aardlekschakelaar. Um, ik leg een klein stukje uit over wat een aardlekschakelaar is, zodat ik niet zoveel tekst op het scherm hoef te plakken. Een aardlekschakelaar zorgt er eigenlijk voor dat als er stroom weglekt uit je huisschakeling, door een lichaam bijvoorbeeld, dan is er een verschil tussen de stroom in een fase en een nuldraad. Dan slaat de aardlekschakelaar af om te voorkomen dat je geëlektrocuteerd wordt. Um, nou, heel veel heb ik nu weggelaten. Je hebt dus een fasedraad en een nuldraad. Uh, Verder is denk ik de vraag goed te lezen en te maken zonder uh, de tekst, de andere tekst die ik weg heb gelaten. Maak hem eerst zelf en kijk hem dan na. Oké, okay, hier um, is het van belang. Je moet drie dingen doen. Daar krijg je ook dan de drie punten voor. Dat, uh, dat is al prettig om te zien. Teken met die pijlen de richting van het magnetisch veld voor de fase en de nuldraad. Um, ik denk dat het het makkelijkste is als je nu zelf naar dit blaadje kijkt om naar de fasedraad te kijken. Je ziet daar een punt. Uh, dat betekent dat de, de pijl naar je toe komt. Een pijlpunt komt naar je toe, um, dus die duim, rechterhand, de duim wijst naar je toe. En dan, als ik naar mijn eigen hand kijk, dan krult mijn hand uh, tegen de klok in. Dus die stroom in dat gestippelde lijntje gaat tegen de klok in. Nou is de veldlijn voor de, sorry, de stroomrichting voor die uh, nuldraad is omgekeerd. Hè. Dit is een kruisje. Dat is een pijl die van je afbeweegt. Uh, dus je moet je hand omdraaien en dan uh, kom je ook op een tegenstelde richting. Nou, waarom is er geen netto magneetveld in de ring? Uh, omdat die veldsterktes, dus die stromen zijn gelijk. Uh, de veldsterktes zijn gelijk, maar tegensteld hef elkaar op. Als er een lek is, dan zal de stroom van één van de twee, uh, waarschijnlijk van de fasedraad, zal uh, kleiner zijn dan de nuldraad. En dat betekent dus dat het, de veldsterkte ook kleiner is en dat er dus een netto magneetveld is. Nou, dat zijn eigenlijk de drie punten. Dat zal ik niet helemaal weer uitspellen. De vraag gaat nog even door, uh, want we willen zorgen dat deze lekstroom gedetecteerd wordt en zorgt voor het onderbreken van de schakeling, dus het, het uh, omklappen van de aardlekschakelaar. Lees hem weer zelf en maak hem dan. Nou, het principe uh, wat hier van, van belang is, is natuurlijk inductiespanning. Uh, er wordt een, een spanningspiek gemeten ten gevolge van een verandering in, uh, ja, in een magneetveld. Um, het principe is dus inductie. En nou staat in de vraag dat een kleinere lext, bij een kleinere lekstroom moet die, moet die toch ook schakelen. Nou, een kleinere lekstroom betekent natuurlijk een kleiner magnetisch veld, een kleiner B-veld. En we willen juist dat, we willen zorgen dat er een groter signaal daarbij ontstaat. En die inductiespanning, je ziet het al in de formules, die, wordt, die is evenredig met de, het aantal windingen. Dus er is meer flux nodig, meer windingen. Je krijgt een punt voor het noemen van het principe, het inzicht dat die kleinere lekstroom zorgt voor een kleiner magneetveld en de conclusie dat er meer windingen nodig zijn. Dan is er nog een, een hele oude examenopgave over de massaspectrometer. Ik leg weer kort wat uit. Bij een massaspectrometer kun je verschillende isotopen, in deze opgave gaat het om verschillende loodisotopen, van elkaar scheiden om bijvoorbeeld te bepalen hoeveel lood. 206, 207 enzovoorts, er in je uh, monster zit, waar dat ook vandaan komt. Nou, dit is een schematische tekening van de massaspectrometer. In ruimte 1 is er een ionisatieruimte. Die loodisotopen io uh, worden geioniseerd, die worden positief gemaakt, een elektron wordt uh, uh, weggehaald. Dan uh, bewegen ze heel langzaam naar ruimte 2, dat is een vacuümruimte, daar is een spanning over punt A en B, die versnelt de ionen. Die komen in punt P ruimte 3 binnen. Daar is een magneetveld. En dan zie je dat ze een halve cirkelbaan afleggen en uh, via punt S in punt Q terechtkomen. Nou, dit is de tekst, nog wat uitleg erbij. En dit zijn de vragen, maak ze eerst weer zelf. Nou, bij vraag 6 gaat het over snelheid. Bedenk, hoe komen die isotopen aan hun snelheid? Ze worden versneld door een spanning. We hebben het dus over versnelspanning. Daarvoor heb je deze formule. Uh, in, kun je in binas vinden, dan moet je twee formules combineren. Q U is elektrische energie en die wordt omgezet in kinetische energie. Omdat die isotopen vrijwel vanuit stilstand beginnen, is de, uh, de verandering van kinetische energie gelijk aan half mv-kwadraat, waarbij die v de eindsnelheid is. Nou, Q en U zijn gelijk voor die isotopen, hè, want ze zijn eenwaardig uh, positief gemaakt, eenwaardig uh, positief ion, staat in de tekst. De spanning is gelijk, ze doorlopen dezelfde spanning. Als je dan naar de formule kijkt, dan moet hun kinetische energie ook gelijk zijn. Maar hun massa's zijn niet gelijk. Dus de V is het grootst voor de kleinste massa en dat is lood 206. Nou, voor vraag 7 uh, moet je een Lorentzkracht gebruiken. Als er in een magneetveld een lading beweegt, dan moet je aan Lorentzkracht denken. Dus gebruik hier je linkerhand. In punt S beweegt het, uh, het isotoop ja, langs de cirkelbaan, dus in deze richting. En je ziet dat die, uh, als je met het deeltje mee beweegt, naar rechts wordt afgebogen. Dus in deze richting. Dus teken dat duidelijk op de uitwerkbijlagen. En nu kun je de linkerhandregel gebruiken. Nou, dus die snijdt langs de cirkelbaan, de Lorentzkracht naar het midden van de cirkelbaan. En met je linkerhandregel vind je dan dat het magnetisch veld, het scherm of het papier... Uitkomt. Je krijgt hier een punt voor het inzicht dat de kinetische energie gelijk is voor die isotopen en een conclusie. Het tekenen van de snijd langs de cirkelbaan, hetzelfde voor de loonskracht... maar dan naar het midden van de cirkelbaan en een conclusie. Dan is er nog een pittige vraag 8. Ik heb vraag 9 weggelaten. Uh, zoek die even zelf op. Die uh, is verder niet zo heel spannend, maar daar moet je iets met deze formule doen. Maar het afleiden van deze formule dat is pittig. Uh, ik weet dat uh, leerlingen dat vaak moeilijk vinden, dus die heb ik nog uitgekozen om nog even te bespreken. Nou, voor de uitwerking zou ik het het meest logisch vinden dat je eerst nagaat welke effecten hier een rol spelen, welke natuurkundige effecten. Ten eerste is er sprake van een uh, Lorentzkracht en een cirkelbaan. Dus ik zou zeggen Lorentzkracht is Fmpz. Bqv is mv kwadraat gedeeld door r. Schrijf die formule eventjes wat, uh, wat beter op, zodat je ziet waarmee je te maken hebt. Je ziet twee keer een v staan. Uh, die kun je wegdelen. En dan vermenigvuldig je links en rechts met r. En dan ziet die er zo uit. Nou, die noem ik even formule 1. Dan heb je die versnelspanning. Dus schrijf daar de formule voor op. Die heb je net ook al gezien. Q keer UAB. Die spanning is een half mv kwadraat. Dat noem ik even formule 2. Nu is het even de vraag: vanuit welke formule ga je werken? Kijk eens goed naar de uh, symbolen in het antwoord dat je moet vinden. We hebben een M, nou, die hebben we ook in de formules 1 en 2. Een B staat er ook in bij Formule 1. Een Q die staat bij Formule 1 en 2. R komt voor bij Formule uh, 1. Uh, UAB komt voor in Formule 2. Dus de enige variabele die niet voorkomt in ons eindantwoord is V. Dus die snelheid moet je wegzien te werken. Nou kun je. Formule 1 omschrijven om, om v uit te drukken in de rest. En die kun je invullen in formule 2. Of je kunt hetzelfde doen met formule 2. He, dan kun je v uit oplossen. Nou, er staat een kwadraat. En dan kun je al aanvoelen dat als je daar v uit oplost, dan krijg je dus een wortel. Dat werkt niet zo lekker. Dus ik zou uitgaan van formule 1. Daar volgt uit dat de snelheid is bqr gedeeld door m. Die vul je in in formule 2. Dus q keer... U is een half m v kwadraat, maar daar heb ik dus ingevuld p, q, r gedeeld door m, dus allemaal kwadraatjes komen daar. Nu zie je dat uh, daar komt een, een q uh, links van het gelijkteken voor, die staat er rechts in het kwadraat, dus die, dat kwadraatje streep je weg tegen die ene q, je deelt door m, uh, door q. Hetzelfde voor m uh, in het rechterlid van deze vergelijking, dus die streep je weg, dan ziet het er zo uit. Um, en ik heb hier ook nog. In plaats van keer en half heb ik gezegd, ja, dat is eigenlijk delen door 2. Uh, dus die 2 verdwijnt naar, uh, naar onder, naar onder de deelstreep. Maar we moesten m uitdrukken in de rest. En uh, nu hebben we u uitgedrukt in de rest. Dus dat moet je nog herschrijven. Uh, links, rechts, vermenigvuldigen met m. En deel door de spanning. En dan krijg je dit antwoord. En dan kun je op je examen, als je zoiets moet doen, dan zet je erbij QED. Dat betekent kwadratie. Quod erat demonstrandum, dus hetgeen dat bewezen moest worden. Nou, dat ziet er hartstikke intelligent uit als je dat doet. Dus schrijf dat er gewoon onder en dat geeft ook een goed gevoel. Dan heb je gewoon het antwoord zelf gevonden. Uh, moet het wel kloppen, natuurlijk. Je krijgt een punt voor het inzicht dat BQR is MQV, um, voor het gebruik of het inzicht van die versnelspanning. En dan gek genoeg twee punten voor het completeren. Dat zie ik niet vaak in moderne examens. Dan is het meestal uitgesplitst. Uh, maar goed, hier twee punten in één. Alles of niets. Dit was alweer de examentraining elektrische en magnetische velden. Ik hoop dat je hem geslaagd vond. Ik wens je ontzettend veel succes bij je examen. Dit was het laatste filmpje dat ik uh, voor jullie heb gemaakt. Nu zijn alle domeinen compleet. Um, twee weken voor de valreep. Uh, voor het examen, dus. Um, uh, heel veel succes! En mocht je vragen hebben, zet ze dan even in de, in de comments hieronder. En ik doe mijn best om het op tijd voor je te beantwoorden.